als Veronica. Wij blijven deze zaterdag bij je tot 14:15. En dat gaan we doen met programma's die ik met een gerust hart thuisblijvers mag noemen. Want wat denk je bijvoorbeeld van de speelfilm Fatal Attraction, met onder andere Michael Douglas in de hoofdrol? Het gaat over een getrouwde man die een slippertje maakt. En dat loopt uit op een ware nachtmerrie. Om 11:05, ook weer een nieuw programma Man o Man. 8 mannen moeten tegenover 150 vrouwen bewijzen dat ze echte mannen zijn. Ik wil er verder eigenlijk helemaal niets over zeggen. Je moet er gewoon maar naar gaan kijken. Hans Kraai presenteert het. En we gaan nu verder met de speelfilm The Bodyguard, met Kevin Costner en Whitney Houston in de hoofdrol. Het is een ontzettend spannende speelfilm waarin een populaire zangeres vraagt om een bodyguard. Ze krijgt namelijk dreigbrieven waar iedereen erg zenuwachtig van wordt. En dan nu Man o Man. En in dit programma moeten 8 mannen tegenover 150 vrouwen bewijzen dat ze echte mannen zijn. Vinden de vrouwen het niet, dan worden ze zo zonder padoes in de plomp gegooid. Hans Kraai presenteert het.